Een rustige start vandaag met weinig wind, veel nevel en in eerste instantie ook vrij veel bewolking. In de middag toch meer ruimte voor de zon, maar bewolking zal de komende dagen toch wel weer de boventoon gaan voeren. Het is rustig weer in onze omgeving. We zitten allemaal tussen storingen in, maar in het Alpengebied is dat wel anders. Afgelopen weekend is op sommige plaatsen al 2 meter sneeuw gevallen. Vandaag kwam er nog wat bij en ook morgen is dat het geval. Bij ons blijft het nog dus wel even rustig, maar vanuit het westen komt de storing dichterbij. En nou, daar krijgen we dan uiteindelijk vrijdag en in de loop van het weekend mee te maken. Maar voorlopig dus nog eventjes niet. Vanavond is het opnieuw heel rustig weer. In opklaringen koelt het snel af, naar waarde tot rond het vriespunt. En vannacht koelt het dan verder af en op veel plaatsen kan dan ook dichte mist ontstaan de weggedeelte kunnen bevriezen en ook het zicht morgenochtend in het verkeer lokaal dus slecht, dus zeker eventjes oppassen als je vroeg de deur uitgaat. Morgenochtend kan mist hardnekkig zijn, gaat uiteindelijk over in laaghangende bewolking op veel plaatsen en daardoor komt de temperatuur niet heel hoog te liggen, zo'n graad of twee op plaatsen met hardnekkige bewolking en breekt de zon even door. Dan kan het nog een graad of vier worden. Er is niet al te veel wind, maar die matige wind uit het zuiden die maakt het toch wel voor het gevoel op een aantal plaatsen een beetje frisser. Het blijft nagenoeg overal droog, heel misschien dat in het zuidwesten van het land morgen in de loop van de middag een beetje regen of motregen valt. In de dagen daarna blijft het rustig weer, ook donderdag en vrijdag, dan op de meeste plaatsen droog. Vrijdag in het zuiden van het land een beetje neerslag, maar heel veel stelt het allemaal niet voor. In het weekend neemt de kans op neerslag wel toe, maar dan gaat ook de temperatuur een stuk omhoog. Zowel overdag als s nachts. Snachts raken we de vorst kwijt. En na het weekend komen we regionaal overdag zelfs weer in de buurt van de dubbele cijfers uit. Ik wens jullie nog een fijne avond.